Bezuinigen. Bezuinigen. Wij moeten bezuinigen. Bezuinigingen zijn het nodig. Even de broekriem aantrekken. Eén keer echt hard door de zure appel bijten. Ja. Particulieren. De MKB. En de overheid hebben schulden. Bijna iedereen heeft schulden. En daar speelt ook de overheid een belangrijke rol in. Want via de fiscaliteit moedigen wij het hebben van schulden aan. Er moest een manier worden gevonden om die lage sociale klasse ook een hypotheek te kunnen verstrekken. Als je kijkt naar wereldwijd en je kijkt naar de schuld, de hypotheekschuld gemiddeld per inwoner, ligt in Nederland het hoogste wereldwijd. Voor burgers en bedrijven is het fiscaal voordelig om zoveel mogelijk schuld aan te houden. Het is voordeliger om investeringen en overnames zoveel mogelijk met geleend geld te financieren. Bijna iedereen heeft schulden. Maar schuld aan wie? China. Opkomende economieën. BRIC-landen. Een beetje. Nee. Onze schulden liggen bij banken. Ik kwam achter dat geld uit het niets wordt gecreëerd. Door banken. Banken maken geld uit de lucht. En vragen. Rente. En de rente. Over de rente. Over de rente. Creëert de schuld. En de schuld creëert leningen en rente en dus bezuinigingen. Gaat om bankfailliet, belastinggeld. Gaat om de overheid met schuld, failliet, belastinggeld. 80% van het geld voor Griekenland ging uit de banken. Greece decided all the necessary difficult measures in order to fulfill its obligations toward its institutional partners. Een uitzichtloze neerwaartse spiraal. Het is een bankencrisis, het is een politieke crisis. Het is een crisis van de overheden die steeds meer in de klem raken als dus op een gegeven moment hun rentes van de staatsobligaties door een bepaald plafond gaan. Is er eigenlijk geen weg terug meer. Maar kwam deze crisis echt totaal onverwacht? Ja, wel als je ervan uitgaat dat ze toevallig werd veroorzaakt door een paar graaiende bankiers en inhalige beurshandelaren die op hun eigen houtje risico's namen waarvan de gevolgen niet waren te voorzien. Maar in werkelijkheid lag de oorzaak van deze crisis dieper. Namelijk in een falende economische filosofie. En dat verhaal zouden we moeten vertellen. Maar het kabinet doet niks aan de kern van het probleem. En de kern van het probleem is... Er wordt ons niets verteld over hoe het geldsysteem echt is opgebouwd. Waarom hoor ik nooit Jan Kees de Jager daarover? Die nu doet alsof hij met een of ander begrotingspact, waarin wij streng gaan toezien, waarin er in Europa van de banken een soort boekhouder gaat zitten, dat dan het probleem opgelost is. Het is klinkklare onzin, het is volksvlakkerij. Dat zou Jan Kees Jager ook wel eens een keer mogen zeggen. Mensen zijn in Nederland financieel ongeletterd eigenlijk. Het begint op de scholen. Er wordt ons niets verteld over hoe het geldsysteem echt is opgebouwd. De centrale bankiers, die hebben zichzelf echt tot God verklaard. Die hebben zichzelf boven de wet verheven. En we hebben al eerder gemerkt dat Tweede Kamerleden in dit opzicht ware volksvertegenwoordigers zijn, namelijk dat ze ook geen reet weten. Dat hebben centrale bankiers gedaan de afgelopen 20, 30 jaar. Een onnoemelijke hoeveelheid geld gecreëerd door heel veel kredieten te laten ontstaan. En Europa is te veel geweest van diplomaten en politici, dat klopt ook. Maar nu dreigt Europa van bankiers te worden. Het is mevrouw Lagarde van het IMF. Het is meneer Draghi van de ECB die op dit moment in Europa bepalen wat er gebeurt. En dan hebt u het, Nederland moet zich er meer mee bemoeien. De regering moet zich er meer mee bemoeien. De politiek moet zich er meer mee bemoeien. Nee, maar de burger de wil mensen, zich er mee bemoeien. Alles wordt getechnocratiseerd en er komt eerder minder democratie dan meer democratie. Deze Kamer vertegenwoordigt Nederland niet. Dit is een schijndemocratie. Het gaat alleen nog maar over economie. We hebben eigenlijk private schuld van de banken omgezet in publieke schuld. Maar als je gaat kijken naar een land als Spanje, de staatsschuld tot 2008 was 40%. De normen voor het stabiliteitspact zijn 60%. Dus Spanje heeft nooit de normen van het stabiliteitspact overschreden tot 2008. Ierland is in 1 jaar tijd van een staatsschuld van 25% naar 100% gegaan, omdat ze gewoon ook hun banken moesten redden. En vervolgens gaan we nu tegen Ierland zeggen, hé, jullie moeten bezuinigen. Daarmee juist die hele integratie, met name tussen Zuid en Noord, onder druk zet. Het gaat alleen nog maar over economie. Het gaat alleen nog maar over de trojka. Het gaat alleen nog maar over het IMF. Het gaat alleen nog maar over instituut Europa. Maar dat gaat allemaal tegen de wil van de bevolking in. Dat gaan we nu structureel maken. We gaan nu het IMF die positie geven die het tijdelijk even tijdens de financiële crisis had. En we gaan ervoor zorgen dat het IMF bijvoorbeeld als een soort onafhankelijke scheidsrechter. Bankiers zullen blijven roepen van nee, wij moeten onafhankelijk blijven, want hè, wij moeten ervoor. Wij zijn de hoeders van dit systeem. Onafhankelijke scheidsrechter. En wij zijn zo dom om daar, om ze daarin te volgen. Het idee van welvaart gebaseerd op schuld
waarmee we ons 25 jaar lang rijk rekenden, had een uiterste houdbaarheidsdatum. En nu wordt de rekening gepresenteerd. En de vraag is, hoe gaan we verder? Meer geld wordt geredden. Van de euro. Of zeggen we nee. Tegen het ESM-verdrag. Nee. Tegen het nog sponsoren. Van de bank. Nee. Tegen de monetaire en financiële architectuur in de wereld. Nee. Tegen het Europa. Van de banken. We zeggen nu dat de verantwoordelijkheid van het Europa. Van de banken. Te veel is op dit moment dan? Ik denk het wel. En de discussie gaat nu alleen maar over verdere uitbreiding. Maar dat gaat allemaal tegen de wil van de bevolking in. Deze Kamer, in deze samenstelling, vertegenwoordigt Nederland niet. Deze Kamer vertegenwoordigt het Europa van de banken. Dit is een schijndemocratie. Alles wordt getechnocratiseerd en er komt minder democratie dan meer democratie. We bezuinigen en belasten het voort de trojka van Europa. We bezuinigen het voort de banken. Ik zeg nee, dankjewel. Ik ben niet tegen Europa. Weet dat je altijd moet samenwerken om verder te komen. Het is geweldig dat de Europese samenwerking de oorlogsdreiging tussen de oude rivalen heeft weggenomen. Maar dat is heel iets anders dan kritiekloos achter het Europa van de banken aanlopen. Dat is heel iets anders dan het Europa van de vrede. We vergeten wel eens, is mijn idee, dat we de Unie begonnen zijn om politieke motieven. En niet per se gestart zijn vanuit economische. Wat voor een EU willen we? En dat is de discussie. Wat Kroes zegt of Jan Kees de Jagers, dat zijn de boekhouders. Op dit moment hebben we een kabinet dat gegijzeld wordt door het Europa van de banken. Maar de lange termijn is echt verdere integratie. De burger de wil zich ermee bemoeien. Belangrijk is dat we even wat verder gaan kijken dan deze regering doet. Als je Jan Kees de Jager op de televisie hoort of Mark Rutte, dan is de eurocrisis een begrotingsdisciplineprobleem. He? Overheidsschuld, dat is het probleem. En als we dat maar oplossen, dan komt alles goed. Dan komen we zo uit die europroblemen. Zolang de analyse zo onvolledig is, zullen de oplossingen ook onvolledig blijven en houden wij fundamentele problemen. De analyse dat het een begrotingstekortprobleem is, schiet aan alle kanten tekort. Er zit gewoon ook een heel groot bankenverhaal achter. De oplossingen zijn veel fundamenteler dan deze regering doet laten overkomen. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Voor het internationaal monetair systeem, hoe dat hervormd moet worden. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden, maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid. Ze moeten niet meer investeren in oorlog. Ze moeten investeren in groene banen, groene energie en in studenten om slimmer uit de crisis te komen. Kijk, een wetenschapper die gaat onderzoeken wat het probleem is. Die gaat naar de kern proberen te gaan. Die gaat zich vragen stellen over dat onderwerp. En die gaat dat zo proberen helemaal te achterhalen. En tegelijkertijd gaat hij dat ook in de context van de wereld willen plaatsen. Die gaat dat in het systeem van deze wereld willen plaatsen. Het wordt meer tijd om te investeren in de toekomst. Investeer in de wetenschap en technologie. Investeer in de dag van morgen. Investeer in innovatie ook die gericht is op het verlagen van de ecologische voetafdruk. Niet investeren in geld, maar investeren in mensen. Investeer in een betere afstemming tussen wetenschap en economie. Investeer in duurzaamheid, zowel ecologisch als sociaal, de basis vormt voor een sterke economie. Voor een sterke kenniseconomie is kwetsbare nieuwsgierigheid nodig. Met de wetenschappers zorgen we eigenlijk voor een betere wereld voor morgen. Het kan anders, dames en heren, en het moet anders. En dat verhaal zouden we moeten vertellen.